Oké, goedemiddag allemaal en welkom op deze commissie. Welkom Mr. Suarez Candel from EBU. Who will be talking about our agreement. En dan hebben we mevrouw Donders. U zal spreken, mevrouw Donders, over de omzetting van de mediarichtlijn, hè? Niet over de beheersovereenkomst, omdat u zelf aangegeven heeft dat u daar misschien wellicht nog wetenschappelijk advies zal geven, dus dat u dan betrokken partij bent. Dus u zal het alleen hebben over de richtlijn, heb ik begrepen. En professor Wouters. Nu, meneer Suarez heeft gevraagd om zijn presentatie te mogen doen en dan onmiddellijk de vragen te krijgen, omdat hij nog een vlucht moet hebben terug. Dus we kunnen dat zeker inwilligen, denk ik. En daarna verder gaan met de presentaties van de twee andere genodigden. Dus dank u wel. Thank you very much. And I give you the floor. Ja, en nog twee dingen. Voor Engels, if you want to hear the hearing in English, it's channel 1, kanaal 1. En voor Nederlands kanaal 2, als jullie de vertaling willen beluisteren. En dan zou er ook nog een verslaggever moeten aangeduid worden. Dus zijn er leden die interesse hebben om verslaggever te zijn? Ja. Meneer Brusselmans, u wil dat doen? Nee, collega Slootmans. Collega Slootmans, ja, ik had het aan u beloofd. En meneer Van Dalen, u wil dat zelf? Ik wou mevrouw Van Werven aanduiden en zij wou mij aanduiden. Dat wordt dus een intern conflict in onze partij. Ja, meneer Van Dalen, ik zal ik de keuze maken. Dat is goed, oké. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. It's an honor to be today with you. And I'm very pleased to be able to contribute to the debate you are having here today. Before I start to provide you with plenty of numbers, graphics, and many things I bring with me, I would like to use a few seconds to introduce what the European Broadcasting Union is for you to have a better understanding of who I am and why I'm here. So the European Broadcasting Union is the professional association of public service media in Europe. We host a total of 116 organizations in 56 countries, and as you can see in the graphic, these organizations provide plenty of services to European citizens. Just to give you a sense of the international scope of our association, the countries that are marked in dark blue are the countries that belong to the association. The ones in light green are the ones that we partner frequently with. So what I can state is that working for the European Broadcasting Union actually provides me with a scope, a perspective that I think actually could contribute quite a lot for you to have a sense of what's happening in the world in the sense of what's happening with public service media. It's also very important for me to make clear that as a professional association, we are there to promote and defend the interests of our members. We help them transform. And actually, what is also very important for us is to promote and to help our members to contribute to society. That's our motto. We should not forget that public service media are there to return the citizens' value for the investment that the society makes in them. So the data that you will see today has been elaborated by the Media Intelligence Service of the European Union. This is one of the departments I'm in charge of. I'm also in charge of corporate strategy. And if you want to see more data, more publications about public service media, in that website you can find additional information. So today we are here to talk about the new contract of VRT, and probably you have many questions to discuss. Why do we need this organization? What this organization needs to do? How much? Is it working? And before coming to Brussels yesterday, my kids were asking me, I have two kids, 7 and 5, and they were asking me, so where are you going, Dad? Again, to Brussels, because I come here frequently, and they know what I do, but they are always very curious, so who are you talking to? So I had to explain who you are. And I said, well, these are the people of the region of Flanders. I showed them in the map, and I told them, these are the peoples that have been selected to do decisions, to make decisions, so the country works well. So the citizens are safe, the citizens get good services.
And actually then my 5 years old say, well, then you need to help them well. So actually, let's say my kids are very happy I'm here today to help you. So that's important to me also, because I'm kind of convinced of the job I'm doing here today. So, and they say you need to help them well, because actually they are aware, because they hear me talking, that there is a complex world out there. And it's more and more difficult for you to get a full understanding of what's happening to make your decisions. It's more difficult because when you talk about media, you cannot only consider issues, aspects that are strictly related to the media, but there are many other things that you need to take into account. Many societal, political, economical issues. Everything is connected. Everything is connected. Things are happening faster and faster, and the complexity is growing. So when we talk about complexity at international level, what are the things that at the European Union we are paying most attention to? So we are looking at the internationalization and globalization of markets, and how new players are appearing, players that come from other sectors, players with pockets full of money. And actually, this is what we see, that across all Europe, for countries, for regions, that's the biggest threat for your national industry. And there's where we see that public service media can play a very important role. Not as the only one player, also in collaboration, in partnership with the private sector in many occasions. We also see that there is a fragmentation of the audience. People have many different needs, and that's also what you need to provide a solution to. And of course, the challenge is that becoming a society that is driven, that is managed by data, brings to all of us. Also, we are in a crossroads. What is Europe? What is Flanders? I think these are questions that you make yourself. You need to provide an answer. And among these questions, of course, there is the very legitimate questions of why do we need public service media? Why do we need to invest money in that organization? And we are very aware that not everybody agrees with that concept. But, and many people say, oh, this organization needs a revamp. That's everything, is all that is true. But I hope that today, with the data I'm going to share with you, you can get more arguments to realize that actually public service media can really deliver a good value to your society. It depends very much on the conditions that organization is operating. In terms of societal challenge, I mean, nothing new for you, but I wanted you to get this international perspective. And of course, across Europe, we see more polarization, and society is kind of struggling to get consensus. We also see shifts in values and the culture of immediacy. We want whatever we want now, here, immediately. That put pressures on the media companies. I can imagine that also put pressures on you, because you need to deliver to the citizens. So when we talk about the future in Europe, I don't know if you have been exposed to this kind of data, but actually data from official sources says that actually 1 in 1/4, 25% of the population in Europe is at the verge of poverty. And 57% of the citizens do not expect a better future for the children. I think this is appalling. Is this the Europe we wanted? Is this the reality that we want for our communities, for our countries? And I'm raising these issues because I think that public service can be an answer to that. Because what is happening right now is that because of this crisis of trust and kind of the citizens getting detached from the institutions, from the public establishment, something is happening, is that now many citizens believe that these are the instruments for democracy. Because I can express my opinion, because I get a like, am I really changing society by that? Of course, social media can help to drive conversations, but we don't think they are replacing institutions, for example, this institution here, or public service media. Also, it's very important to consider that in Europe, 7 out of 10 citizens are actually concerned that misinformation, that fake news, are damaging the political discussion, the political environment. So this is something that the European Broadcasting Union, we take very seriously. And we don't want to be apocalyptic, because they're also good news. And for example, if you see trust in media, actually we see that across Europe, in a consistent way, radio continues to be the most trusted medium. And it's followed by TV and the press. And paradoxically, because we all use our phones and the internet more and more, but the citizens actually consider that
the internet and social media are not sources that can be fully trusted. So this gives a context in which we need, or you need, to reply those questions to deliver a service to the citizens. And probably in the debates you're having, you're asking yourself, so is VRT working? So I'm happy to say yes. Actually, it's working extremely well if you compare that with other organizations in Europe. So I bring now plenty of maps. If we look at the weekly reach of the television channels provided by VRT, they reach 76.6% of the Flemish citizens. That is above the average. You are in the first group. You are even better than the Scandinavians. You are at the level of the Germans, BBC, the ARDE, the ZDF, institutions with really much more money than VRT and a very long tradition. So actually, I think you can be very proud of that. Also, when talking about media, everybody says, yes, of course, but this is targeting all audiences. What happens about the young people? Well, there you are also outperforming. You are on the top class group. And actually, VRT is at 51%, while the average is around 35. So really good numbers for VRT here. And the ranking of the channel, the first channel of VRT is also the most preferred channel among the Flemish audience. If we look into radio, the same situation. And here you can see more red in the map, because the radio is the most trusted mean in terms of competition. Public service media is struggling more across Europe, but here in Flanders, what you see is that the weekly reach for all citizens and for young citizens is very positive for VRT, and also the main radio station from VRT is the first one in the country. So having said that, I think that intangible numbers of market share and reach, VRT is performing extremely well. The second question, of course, is, okay, but how much is that costing to us? Is that costing too much? Are we investing the right amount of money there? Well, let's have a look again to an international comparison. And first of all, I wanted you to be aware of the total amount of money that public service broadcasters collect in Europe. All the organizations that belong to the EBU collect in Europe a total of 35 billion euros. And you could say, is that a lot? Is too much? Should we invest that money in other services? How is that compared with the private sector? I think the only way to decide if it's too much is compare the performance. We have seen the performance is pretty good in your case, but also to see versus others. Look at this graphic. The blue area in this graphic represents 65 public service broadcasters in Europe, those 35 billions. In red, you find the top 10, only 10, companies in each of these market sectors. I think that the picture talks by itself, and probably the next time you talk about market distortion, I think it's quite clear that public service media is not at all distorting the European market in terms of revenue or income. Also, if we look at a historical perspective, this is how this group of companies, how their income has evolved in the last 6 years since 2013. You will see that public broadcasters are at the bottom and flat. And Google, Amazon are there growing plus 112%. Again, this is just a picture of what I was mentioning before. The threat is not here. The threat comes from outside. The threat comes from these global companies that are overtaking national markets in Europe. And also, what we need to understand is that while the amount of money that broadcasters have received has remained more or less flat with an increase of 0.3%. Actually, because of inflation, the real evolution has been negative. Public service corporations have been losing money. The capacity to do things with that amount of money has decreased. And of course, in many occasions, governments had to
target public corporations to make savings. But the reality is that across Europe, GDP has been growing, and that has not translated into a growth also of the investment in public service broadcasting. Moreover, a way to compare, here I'm giving you another perspective for you to see whether VRT is expensive or not. Actually, the way to compare that we use is to compare the amount of public money that is invested in the broadcasters against the GDP. And in that case, the region of Flanders is in the average group, in the middle third. If we will look at all the numbers here, you are positioned with 0.16 of your GDP in position 19 out of 49. Not bad. You are right behind Nordics, but also right behind some Eastern countries that are doing very big efforts to support the public broadcaster to improve their conditions. And what we have seen also, as I was showing before, is that across Europe, the investment is decreasing, and the percentage of GDP that countries are investing in public service broadcasting is going down. What is happening in Flanders? I had good news before. I'm afraid I don't have good news now. What we see is that in this case, Flanders is going down, is in the group of those countries that are cutting the money to the public service. You are not in the saturated rate like Romania. That's good news, but you are among many other countries that are also cutting money. And what we see is that the trend is accelerating in the last year, because this is from 2014 to 18, but actually in the evolution from 17 to 18, I'm afraid you are falling into the fourth group. And I'm sorry to say, I come from an organization where we oversee what's happening in all these markets, and I must transfer to you the opinion that we have that is worrisome. We are concerned about the evolution of funding in your region, because we think that you have a fantastic broadcaster performing at the highest level compared to BBC, compared to the Germans, compared to the Scandinavians. But we see that there are some decisions or some trends in terms of funding that are not accompanying that performance. Actually, if we compare evolutions, you are quite on the right here again, and you are somehow in situations where, we think that could be reviewed, and certainly could be better. In terms of total funding, you're in a position 15 of 50. Again, you could congratulate yourself, oh, we are at the top. Yes, well, but again, to follow the path of the Scandinavians or the big broadcasters in Europe, funding is requested. Is it expensive for the citizens? Well, actually, I would say no. The average cost in Flanders is about 3.42 euros per month per citizen. So how much is a newspaper? How much is a coffee? How much is whatever? The cost per day is not even noticeable. So the question is that in this period, again, it has decreased by 9%. If we jump to the value, because again, we are talking about performance, we are talking about how much it is costing, but then there is the value. Is what the public broadcaster in Flanders is delivering valuable to the society? Because that's the last question. Allow me to say that the market share, the ratings, in the end, they are insignificant if the citizens don't perceive value. And that's something the EBU is very much concerned and promoting among our members. And there are many types of value. Look, this is the numbers, 18.6 billion, that all public broadcasters invest in content across Europe. That represents approximately 52% of their operating revenue. And if you compare that with Netflix, with Amazon, actually the effort that public broadcasters are in investing in content, in bringing original stories to the citizens, is much higher. Where is BRT? Outperforming the average. So again, delivering great value. And it's not because BRT is delivering great value in terms of the stories that it's explaining to the citizens of high quality. It's because it's a driver of the domestic activity of a highly skilled sector, like the audiovisual production. Also,
It's a it's money that is invested in the territory, in national stories, in national companies. This is the average that output that broadcasters in Europe offer in terms of domestic of European content. And VRT is again overperforming with 91%. These are good news. Here you can see yourself in the market, again, even better than the Scandinavians, I must say. What we are trying to tell all our members is you need to focus on what is your contribution to society, how you are solving problems of the citizens. And I must say, all these logos that you see here is public service organizations that have joined this strategic initiative of the EBU, and I'm very pleased to say that VRT was there from the very beginning. VRT is contributing with highly innovative and very good examples of how to do that. It's followed by many other organizations, and VRT incarnates what we call a societal investment fund. Because what you do when you decide here to allocate money to VRT, it's not just to give the money to VRT. VRT is just a proxy to deliver value to the citizens, to have an impact on society. That impact can be economic impact, can be cultural impact, educational impact, democratic impact. And what VRT has done in the last years, and we have been very pleased to support and also to spread the results across Europe, is analyzing what was its impact. So all these organizations I'm putting here again, these are the ones in this initiative. And what we see, for example, is that this was a question we're asking ourselves. Actually, is there any link between a strong public service media and the health of democracy? Well, the Director General of the EBU was today in Davos talking about this. We are promoting an initiative together with the World Economic Forum that hopefully will see the light in this year, 2020. And what we see is that in countries where there is a strong public service media, actually democracy index are performing well. This is a very difficult graphic to read, I acknowledge, and you are here. And this shows that in countries where public service media is higher, the democracy index is also higher, and there is a strong correlation. And this is happening also for market share of radio, and there you can see the performance of BRT. What we see also is that in those countries where public broadcasters have a good support by the citizens go to public broadcasters to find the news, control of corruption is also higher. And the same happens with radio. And finally, what I can say, and you will ask me, is this about money? Yes, indeed it is. When you put money in a broadcaster, that broadcaster is able to deliver better services. Better services implies higher audience. Higher audience implies higher democratic impact. So the formula is quite easy. And again, you could say, well, yeah, you belong to the EBU, you're here to defend the interests of VRT. Fine, yes, that's very fair. But at the same time, I'm bringing you, and I can provide more if you want, happy to do so, plenty of data that shows that across Europe, we see that there is a cross-correlation between how much money you put in this investment fund that is called public service media and how much value you deliver to your citizens and the impact on having a healthy democracy. BRT has been looking into that. They joined our initiative. They were doing analysis. And for example, here what you can see, I understand that we cannot go into the details, but you can see that BRT has increased year after year the reach to certain groups of audience when the audience needs information to decide about the elections. And actually, what we see here also is that in almost all age groups, Flemish citizens trust more public service broadcasters than competitors when they look for information. It's not only about this kind of data, also about the economic impact. VRT did a study that was conducted by two universities. We also look at it at the EBU, and we were very pleased with the results. For each euro that you decide to put in VRT, it generates 2.51 euros of economic activity. Activity that is connected with technological innovation, driving the radio advertising market, so also benefiting the commercial. Driving the music industry, you are a region with your own language, with your own identity.
this is crucial for having music in Flemish, for having content in Flemish that talks and reflects your reality. And also it generates jobs. So if you would think about the trade-off of putting money somewhere else or putting it in BRT, I would say this is not a bad investment, I must say. The effect on the creative industries, again, VRT, and I suggest that probably you should get in contact with them and ask them for the reports because they are full of data. We have reviewed them. The role that VRT is playing in the music industry, helping your citizens to discover local, regional bands that will have no chance if the market will be controlled only by the big companies, the global corporations. How VRT is able to amplify. Maybe you have a son, a daughter that is playing in a band and they were able to record the first LP thanks that they were discovered thanks to a content of a program of VRT. This is happening and they have facts on that. So I invite you to look into this. And again, and I think this is very important, when you look into how much money you are giving to VRT, and I understand that, people may sometimes they think, oh, this money is there, it stays in the pockets of the workers. No, the money goes back to the market. And here you can see, for example, the money that VRT receives, 58 million go back to the independent production industry. 17 million goes to the supply industry. That's very important. If you cut the budget to VRT, it's not only to VRT. There are effects, there are impacts on other sectors. And finally, I want to bring some kind of content that probably you have been aware. You need to be aware because 73% of Flemish thought that this campaign was good, so you must be in that 73%. It's through content that is not driven only by market share or rating figures, but is driven by values that audiovisual media can have a positive impact on our children, in our youth, on ourselves. Because in the convulsed, in the disrupted moments that we all are experiencing, having content that help us reflect about the type of country we want to be, the type of values that we want to follow, it's important. So here, I can imagine you recognize these programs, probably you have watched them. These are examples of how value-driven content is very important for a country and can have a huge appreciation by the citizens. So something I would like to bring to you, I'm already concluding, is that when you need to make up your mind about what to do with VRT, please think about the future. Because the current narrative and the current currencies or numbers to assess broadcasters' performance usually has been how much money we put, what is the output, what is the reach. That's fine. Actually, if you would like look at that, VRT should be in a good position. You have seen the maps. But I'm inviting you here today to look beyond, to think about, as I told my children, what you are here for. You are here because you have been elected to make good decisions, to do good things to your citizens. Think about the impact. Think about the kind of stories you want your children to hear. The kind of stories that you want to hear to understand the problems of the elderly people, for example. My conclusion, and I'm happy to provide you more data if you want, is that you have an excellent public service media organization. An excellent organization from the point of view of performance, from the point of view of how they are using the resources, from the point of view of management. I know this is a sensitive issue this week, but without a good management, you would not have those results. And you have an excellent broadcaster from a point of view of the value and the impact it has on society. So the way to conclude my presentation to you is, please, keep supporting, not VRT, keep supporting the idea that investing in VRT is delivering value to your societies. I know it's a cost. I think looking at it as a cost might not be the best way. It's an investment. Or just think about the cost of not having that. Go back to the map.
look the countries that are in red. Do you want to be one of those countries? I bet you don't want to be that. Because in the end, public service media is there not just to provide content, is there because it's an instrument to ensure the health of our society. In a society where all of you are watching media all the day, where you are with the phone all the day, we need to ensure, like food security, like the army, like many other institutions, that you have someone taking care of the quality and the impact of the media sector. So I think that VRT is an essential instrument for the health of Flemish society, and I hope that the data provided helped you make good decisions about that. Thank you very much. Thank you very much for this inspiring talk. Are there any questions? Yes, Mevrouw Segers. Thank you very, very much for your excellent presentation, which gives a clear overview of the position of our public broadcaster in a European perspective. And I really wish that we had your presentation before yesterday or some days ago, because yesterday we had an intense debate in our plenary session on the future of the VRT. You already mentioned it. Last Sunday, our government dismissed the CEO of the VRT, a CEO who achieved all the goals set by the government, the Flemish government, despite the decrease of the funding, as you showed. I think in your presentation, you made a number of very clear conclusions, namely one, the VRT is one of the best pupils of the public service media broadcasters in Europe. Two, the VRT is also among the best pupils when it comes to cost efficiency. Three, you are worried about the decrease of the budget because there is an excellent economic reason why we should invest in our PSM, but also has also a very societal important role. So I really wished we had this presentation some days before the decision that the Flemish government made. Now I have one question. It was not in your presentation, but I hope you can share your thoughts and views on this. One of the solutions to make our Flemish media market future-proof is the idea of a Flemish Netflix, DPG already announced it yesterday or some days ago to start with this. And there is also the question whether the VRT should be a partner in it. Should the VRT deliver all its content to this Flemish Netflix, where the content of the different media players would be on? Do you think this is a good idea? Would it be a good solution to make our media future-proof? And what exactly should the role of the public broadcaster be in this project? I don't know if you have some thoughts of it, or perhaps you can compare it to similar projects in other European countries. Thank you very much already. Other questions? Yes, Mr. Brusselmans. Thank you, sir, for your presentation. So what I remember from your presentation today is that the VRT does a good job in sense of the total reached citizens every week, but that's somehow explainable because the average cost per citizen is also higher than the average in Europe. But on the calculation of the average cost per citizen, did you use the total population or only the tax-paying population to calculate this? Because that's important. And then, sir, you tried to prove the correlation between democracy and the public service media, the VRT. But what about the equal representation of all political views? For example, my political party in some news programs or discussion platforms of the VRT, we deliver only 3% of all political guests, but our party represents 18% of the voters in this country. So my question to you, sir, is does the EBU keep track of the statistics on the representation of all political views on the public service media? Thank you.
Meneer Van Dalen. Ja, voorzitter, ik zou het ook in het Engels kunnen doen. Ik heb ook nog ergens een diploma Engelse taal en letterkunde liggen. Maar aangezien het Vlaams parlement is, misschien toch in het Nederlands. Ja, waarvan akte? Ik ga heel kort hoor. De uiteenzetting is natuurlijk waardevol en geeft inderdaad de klemtonen die we doorgaans ook vinden als we in de aanloop naar de beheersovereenkomst de internationale vergelijking maken hier. En u beklemtoont terecht. Ik denk dat we dat ook gisteren, ik zelf in elk geval ook gedaan hebben tijdens het debat in de plenaire vergadering over de VRT. Het belang van de openbare omroep als element in de opbouw van een samenleving, om mensen te informeren zodanig dat zij op de hoogte zijn, ook om deel te nemen aan het democratische proces waar wij ook hier een exponent van zijn. Dus dat belang staat voor mij ook zeker voorop, ook om de cultuur te ondersteunen enzovoort. Dus dat verhaal, dat wil ik ten volle onderschrijven, maar wat ik ook, u hebt op een aantal momenten gezegd van ja, jullie zouden toch wat meer moeten doen en het gaat er toch op achteruit en het beleid ondersteunt de openbare omroep toch minder dan zou moeten of dan voorheen het geval was. Maar dan zie ik wel in uw presentatie dat u zegt, ja, als je dan kijkt op de ranglijst, u zei op een bepaald moment van, ja, jullie zitten in de middenmoot. Vlaanderen zit in de middenmoot wat betreft de ondersteuning van de openbare omroep. Maar op een van uw beelden zie ik toch dat wij op de 15e plaats op 50 staan. Dus dat lijkt mij eigenlijk wel beter dan de middenmoot. En als dat zo is, wat betreft de ondersteuning van de openbare omroep, 15 op 50, dan lijkt mij dat een vrij goed resultaat. Tenzij ik dat hier verkeerd interpreteer. Interpreteer ik het verkeerd? Hoe dan ook. Ik heb het gevoel dat wij ten eerste het belang van die openbare omroep zeker onderschrijven. Dat is één. Maar twee, ook wat betreft het belang dat het beleid hecht aan de openbare omroep als het erop aankomt om die openbare omroep mee te financieren. Want het is natuurlijk niet alleen de overheid die financiert in ons geval. Dat ligt natuurlijk in andere landen wel anders. Hè. In hoeverre men ook zelf middelen uit de markt haalt. Dus die verhouding tussen eigen middelen en middelen van de overheid. Maar ik heb toch het gevoel dat wij hier nog redelijk goed zitten. Tenzij u dat wil corrigeren of dat u dat anders ziet. Dank u. Any other questions? Ja, mevrouw Brouwers. Ja, ik wil de spreker danken voor de interessante uiteenzetting. Wat toch weer opvalt is dat de VRT het eigenlijk uitstekend doet qua bereik en alle zaken die zij moeten doen van de Vlaamse overheid met relatief gezien minder middelen dan de andere publieke omroepen waar u ook onderzoek naar doet, die bij de IBU zijn aangesloten. Dus ik denk dat we daar best ook trots op moeten zijn en we moeten natuurlijk trachten ook in een volgende periode dat ook zo te houden. Dus indien u daar nog verder op wilt ingaan, graag. Maar een beetje aansluitend bij de laatste vraag ook. Dus hier in Vlaanderen haalt de VRT relatief veel middelen, denken we, uit de markt. Maar dat is een mooi ecosysteem tot nu toe. Wij spreken altijd over ons ecosysteem, waarbij de VRT eigenlijk marktversterkend ook mee optreedt. Maar hoe zit dat precies in andere landen? Worden zij daar volledig betaald door de overheid of zijn er ook gemengde systemen zoals bij ons? En wat is dan de relatie met de private spelers in het veld? En ook daar, en dat is dan wat aansluitend bij de vraag van collega Segers rond het idee van een Vlaamse Netflix, in hoeveel landen bestaat er nu al? Ik ken Britbox toevallig, maar ik weet niet goed
of in hoeveel landen men op die manier samen met de private sector, dus de publieke omroep samen met de private sector, probeert om iets in gang te zetten om het hoofd te bieden aan die grote internationale spelers. Want daar zegt u ook wel heel terecht dat daar heel veel reclameinkomsten nu naartoe gaan. Hè. Een van uw slides is dat zeer duidelijk te zien. En hoe dat we daar zeker als Europeanen en dan hier specifiek binnen Vlaanderen met de VRT gewicht kunnen bieden tegen die grote internationale spelers, in welke mate dat samengaat dus met de private al dan niet. Ik zeg het, ik ken Britbox, maar zijn er nog vele voorbeelden? Zijn er ook andere landen mee bezig of andere publieke omroepen mee bezig? En hoe kijkt iedereen daarnaar? Want ik denk dat het best is dat de publieke omroepen, zeker binnen Europa, proberen om daar een soort gezamenlijke strategie ook te hebben. We kunnen misschien leren van elkaar, maar misschien heeft u daar zicht op en kan u ons daar wat wijzer in maken. Dank u. Ja, in de eerste plaats heel erg bedankt voor uw toelichting. Collega Van Dalen haalde het daar straks al aan, maar ik weet niet of het heel erg concreet opgevat is als een vraag. Maar die verdeling tussen de middelen vanuit subsidies en de markt, en dat vergeleken met de verschillende landen, dat lijkt mij een ongelooflijk interessante grafiek om te bekijken. Ik snap dat dat niet hier en nu natuurlijk voorgelegd kan worden, maar is dat misschien iets dat de leden van deze commissie nadien nog bezorgd kan worden? En dan wanneer dat we het gaan vergelijken met al de landen die mee opgenomen zijn in het overzicht, kan ik mij voorstellen dat de televisiecultuur toch heel erg verschillend is tussen de verschillende landen. Misschien is het interessant om, wanneer het gaat over bereik en impact en invloed ook op mensen hun beeldvorming, dat het mogelijk zou zijn om de vergelijking te maken met landen waarmee we een soortgelijke televisiecultuur hebben. Ik denk aan Nederland, ik denk aan Wallonië als regio die toch... Ja, waarvan dat we de programma's ook kunnen meevolgen en waarvan dat we kunnen de vergelijking maken. Is zoiets mogelijk? Ik begrijp dat dat niet hier en nu kan, maar zijn zo'n cijfers ter beschikking te stellen in de nabije toekomst? Dank u. Anybody else? No? I'll let you answer the question. Thank you very much for all the comments and the positive appreciations of my presentation. I appreciate that. I will follow the order of the questions. When talking about the situation you have here about a joint platform between the proposal to have a joint platform between commercial and public service organizations, well, that's nothing new. We have seen that in history before in many countries across Europe when we were implementing digital terrestrial television. Also, cable broadcasters have been broadcasting public channels. Now that we have on-demand services, actually, yes, the answer is yes. There are several countries where you can find collaboration between private and commercial. For example, Spain, my country of origin, is one of them. They have launched an on-demand platform where you can find all the specific offer, on-demand offer. I will go to Madrid in a couple of weeks. This is one of the issues we are investigating and to understand better how these collaborations work. What I must say, what it's very important is that these collaborations are done understanding something that is very important, that is the principle or the value of universality. Public service media is paid by the citizens and therefore needs to be accessible and free of charge. When you create such a platform, this fundamental value might collide with the interests of some private partners to obtain economic revenue, which is also legitimate. Well, each country finds a different solution. I think we don't have time now, and I cannot tell you from the top of my mind the different agreements that we have in different countries, but we could provide additional information on that. But the answer is yes, it's working. And again, we don't see public service media from the EBU, and also our members don't see themselves as isolated, privileged elements of a system. They are there also to cooperate with the commercial ones. And also answering one of the questions that came afterwards, how to protect your national ecosystem
fraud, to how to make your national ecosystem stronger in front of the pressure that comes from international companies, we think that is through cooperation and through taking care of all the players. But taking care of all the players doesn't mean you need to harm one for the benefit of the others. With this, I'm going to jump to the question of the type of funding, because I think it's connected. In the case of VRT, it receives money from advertising. I can understand that that raises questions from the commercial operators. Oh, that money could come to us. Well, I must say, the evidence shows the cases where public service broadcasters had commercial income and it was removed. That's the case of France. That's the case of Spain. We have followed those cases very well. We have graphics that are very clear. That advertising money didn't go to the commercial operators. That advertising money went online or left the country. So, again, reinforcing the health, the strength of your market is not a question of trade-off between the players in that market. It's about measures that help collaboration, maybe creating this platform. I'm not going to say it's a good or bad decision per se. How good it will be depends from the collaborative attitude that all the players bring and the fact that all the interests are respected. I know it's not easy to find a solution that satisfies everybody, but it's possible. It's happening in other countries in Europe. Jumping to the second question about how we calculated the average cost, we include all the citizens. And you might ask, why we do that? Well, it's very easy. Your kids don't pay taxes, but they benefit. People that have taxes exclusions don't pay taxes, but they benefit. And public service broadcasters are there for everybody. The principle of universality is not only about reaching geographically, it's about reaching those that might not have the economic means to pay a subscription. So the same way that health, universal health or universal education is for all citizens, we think that in this case, that's why we follow that. Also because when comparing countries, the tax systems are very different and the exclusions. So then the methodology could be handicapped by the amount of people considered in the country. So the decision was, let's consider all the citizens because of the principles, the values that are behind public service, but also because of methodological reasons to take into account. In terms of the representations of groups in the news or the content, this is, of course, a question that always appears in all the countries. There is a vivid, a heated debate about that. At the EBU, we do not collect statistics about that for a simple reason. We are not the police. We are the professional association. And is it not in our remit to interfere in journalistic issues? Actually, we believe very much in the independence of journalism, and tracking this kind of content will be susceptible of misunderstanding or misuse. What I can share with you is that I'm fully aware that in several countries across Europe, including Spain, my home country, and I have been living in Germany, and the Germans were also considering to introduce a system of control and allocation of minutes to parties according to the seats in the parliament. We see all this as quite of an interference in the journalistic independence, and we don't see that it really delivers better results. I understand that if you have a concern about the misrepresentation or underrepresentation of your party, probably this is an issue you need to raise. And what we advocate for is more an open debate, an open discussion about it. And I'm sure that journalists will be happy to discuss, not happy to be under a system that allocates minutes. That is something that doesn't prove to be effective or valuable in many countries. In terms of the question about the budget and whether I was stating that here politicians are not supporting, well, that's not what I exactly wanted to mean. I don't want to point fingers at you or any political party.
What I said is, or my intention, what I wanted to mean is that your public service broadcaster VRT is performing very well, but we see the evolution of the numbers tell us that some decisions have been made. And again, maybe those decisions need to be made at a certain point because of whatever, that have resulted in a decrease of income. And what we are very concerned is that that trend, far from being reversed in a moment where I think the economy is going well, we see in the last year that you went into the dark red. And that's our concern. Because, again, well, making TV and radio costs money. And even more now that we have the pressure of these international companies that come here and take away your talent, for example. So I think that the reaction in the moments we live, and we have seen also that in the Scandinavian in the past, is that they heavily invested in the public service media. And you have, for example, the case of the success case of Denmark. And probably you have seen the series, the Borgen and others. This has not only benefited the broadcaster, but it has created a strong industry. Many professionals are in the public broadcasters, then they leave the company, create their companies, they are well-trained, they have ideas. That reinforces the sector. Coming into the question about whether being 15 out of 50 was a good position, yes, it is indeed a good position. But if you look at the graphic and you look at the followers, the gap is not so big. So a small step down in funding can make you jump 10 positions back. And that is what we wouldn't like to see. That is what we wouldn't like to see because, again, I think that you have a fantastic tool, a fantastic instrument, not an instrument to please you, but an instrument to deliver service to the citizens, and it needs resources. I understand that you need to juggle with many different public services, but we think that the impact VRT provides is very strong. How public service media are funded across Europe? Well, as you can imagine, this is a topic that we master. We have all the information available. What I can tell you is that out of these 35 billion that public broadcasters collect, about 65% comes from license fee. 20% approx. I don't have now all the numbers, but that's more or less the distribution. 20% is from a state budget, and around 10% is advertising. And we see that advertising is declining because the market per se is constraining in many national cases, but also because, as we have said before, some broadcasters have abandoned advertising because maybe advertising has an impact sometimes. You need to guarantee your independence, and it's not only political independence, it's also commercial independence. We don't say that commercial income, advertising income, is bad per se or needs to distort the function of public service media. As I said before, in the cases that source of income is used, I understand that it creates a debate in the society, or in the market. What we have seen is that when you cut that source of information, if the commercial operators have the expectation to receive the 100% of that, that is not going to happen. Of course, if you need more data about that, we are happy to provide it. There is no problem about that. Coming back to the question about information from other regions like the Netherlands or Wallonia, yes, of course, we have data, so if you have any particular question, please address that to us, and we can see, of course, if we can provide it. Sometimes we have limitations in terms of sharing data because of the privacy and also respecting the willingness of the organizations we collect that data from, but we always do our best to provide the data because we think that if you are well informed, your decisions will be also better. And I think that's all. Have I missed anything? I think I have answered all your questions. Yeah. Some remarks? Yeah, Mevrouw Segers. Thank you very much for your clear and straightforward answers.
Regarding also for answering my question on the idea of a Flemish Netflix, I still have one additional question on that in that regard. If the VRT would partner in Flemish Netflix, it would mean that the VRT content, as you state, which has been paid by the Flemish taxpayer, it would go behind a paywall and it would disappear from the VRT online platform as it is VRT Nu, it calls. I surely agree with you that cooperation between public broadcasters and private media is crucial, but would this not be in conflict with the essential principle of universality? Remark, yeah? Dank u wel. Juist nog heel eventjes richting adviezen voor de toekomst. Want u geeft aan, we hebben, en ik spreek u daar voor de duidelijkheid niet in tegen, we hebben een excellente openbare omroep. Maar we zien ook dat we nergens aan de top van de chart staan. En het is gegaan over fondsen en dergelijke meer. Maar ik kan mij voorstellen dat ook op basis van het overzicht dat u heeft over de verschillende landen, de aanpak in hoe het bereik en wie er bereikt wordt en hoe een impact bereikt wordt op de mensen die gebruik maken van de kanalen, dat u daar zeker en vast wel adviezen over heeft, de good practices uit andere landen. Heeft u daar top of mind een aantal voorbeeldjes van misschien? If you would like me to prefer, if you would prefer me to translate it in English, because I don't know if the translator got everything. I didn't get the first part of your question. Like, what are the issues you are concerned about? My first question, well, the question is actually, you refer to our, and I'm agreeing with you, you're referring to our public service media as excellent, but would you have any advice with regards to other countries? Because we're not anywhere in the top of the charts, so obviously there are other countries performing better than what we are doing. Would you have any advice on how to achieve that? Any good practices, perhaps? Did you? Yeah. Yes. Coming back to the first question, thank you very much again. Yes, what is not, let's say, logical is that the content produced by VRT and paid by the citizens and supposed to be available for everybody will go behind a paywall. That would be totally, let's say, non-acceptable, and the citizens will not be happy with you if you will go into that direction. Then the decision, or there are many different models. We cannot discuss all the models here. In some occasions, these platforms have part of the platform is open, part of the platform is closed. This platform might be complementary or competing with the VRT platform, because VRT has already a platform for on-demand content. You have several options there. I think that before making any decision, again, the players in the market need to come, sit down together, and see what is most beneficial for all of them. Also, because you are a small market, if you start to multiply the windows, your citizens, the access points for your citizens, you're going to break down success. And again, if it's many complex different offers, people say, you know, I go to Netflix. I understand Netflix, but I don't know here this brand, that other brand. That doesn't mean that you cannot have competition in the market. Again, here we don't have the time to analyze all these elements, but I'm confident that, I mean, this is not the first time. This is now on demand, but before you had other platforms and this very same question came. So coming back to the people in VRT and to the people in the commercial, again, they should sit down and thinking that they need to work for the people and the values and the rights people have, and also to protect the legitimacy to want to obtain monetary revenue. That's correct. In terms of the best practices, well, I must say at the EVU we have plenty of thematic communities about drama, about technology,
any aspect that is connected with the activity of BRT, we have expert groups and communities of expertise at the EBU. BRT is one not only of the most active partners, but one of the most solicited. I mean, all southern, eastern European countries, but also the Nordics, they come and ask, can we have someone from BRT to explain how they do things? BRT is partnering a lot with the Nordics. We have proof of that. And also BRT comes to us a lot to ask about, yeah, what's happening in the Nordic markets, what is the BBC doing? Not necessarily they need the EBU always, because BRT is also very autonomous and has very strong relationship with the most advanced broadcasters. Sometimes what we do, the EBU facilitates visits of the boards of companies to other broadcasters, and they organize and they have visits and they see each other and how they... So we are very active in that sense. In the case of the parliament and this committee, if you would be interested in a certain theme and obtaining more information, again, please feel free to address a request to us. And within our ability and possibility, we will be happy to support you. Okay. I think if there are no more questions, we can thank you a lot. Thank you for your time and for coming to our committee. Well, thank you for the invitation. Have a good trip. And again, you have something very good in your hands. I hope you take care of it. Thank you very much. Okay. De volgende spreker is mevrouw Donders, professor Donders, over de omzetting van de mediarichtlijn. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemiddag iedereen. Er is mij gevraagd om een kleine uiteenzetting te geven over de omzetting van de richtlijn audiovisuele mediadiensten. Toch niet onbelangrijk. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn er toch even mee bezig geweest om die richtlijn, die dus oorspronkelijk in 2007 is aangenomen, om die up-to-date te brengen met de nieuwe context. Dat heeft toch bijna 10 jaar geduurd. En nu is het dus eigenlijk aan de verschillende lidstaten, en in ons geval Vlaanderen, om die richtlijn om te zetten. Dat betekent dus dat we eigenlijk het mediadecreet up-to-date moeten brengen. Ik wilde in die presentatie een viertal punten aanraken. Het eerste punt ga ik heel snel overgaan, want ik begrijp dat mevrouw Tienpont daar vorige week al vrij uitgebreid op in is gegaan. Wat zijn die grote aanpassingen in die richtlijn in vergelijking met de 2007-versie? Tweede punt, ook vrij kort, waar is actie van Vlaanderen vereist? En misschien het derde punt, meer interessant, waar kunnen we als Vlaanderen voor beslissen om bijkomende actie te nemen? Maar is dat niet verplicht vanuit Europa? Omdat het natuurlijk op dat punt is dat de Vlaamse gemeenschap echt eigen beleidsaccenten zal kunnen leggen. En tot slot heb ik ook nog een aantal aanbevelingen. Ik heb die vrijheid genomen om aan te geven wat ik denk dat een goed idee zou zijn op basis van het onderzoek dat daar uiteraard over bestaat, van mezelf, ook collega's. En ik wil ook even meegeven dat een deel van mijn exposé gebaseerd is op een groot project dat mijn onderzoeksgroep op dit moment doet voor de Europese Commissie in samenwerking met Deloitte over de omzetting van deze richtlijn in voorlopig nog de 28 lidstaten van de Europese Commissie. Die studie die wordt verwacht in september. Dus ten eerste de aanpassingen, even een vogelvlucht. Jullie weten dat de scope van de richtlijn aangepast is. Dus de scope is verbreed richting videosharing platforms. Daar wil ik wel nog meegeven dat die definitie van wat dat exact is, een videosharing platform, nog vrij high level is. Dus dat moet verder verduidelijkt worden wat daar juist onder begrepen wordt. Het land van oorsprong of herkomstprincipe is ook verduidelijk, verfijnd. Er zijn ook een aantal nieuwe uitzonderingen opgenomen in de richtlijn. Daar zal ik het zo meteen nog
even over hebben. En er is ook een verplichting voor de lidstaten of regio's in ons geval om een database, een register aan te leggen van welke aanbieders van audiovisuele diensten onder de jurisdictie van Vlaanderen vallen. Dat is heel belangrijk natuurlijk om te weten wie het nu juist voor het zeggen heeft. Op vlak van commerciële communicatie meer flexibiliteit. Dus die limiet van 20% per dag die blijft, maar men gaat niet meer 12 minuten chronometreren per uur. Men heeft daar eigenlijk een slot buiten en binnen primetime gedefinieerd. Ik denk dat dat een goed idee is, omdat het wel aan commerciële spelers wat meer ruimte geeft om in toch een markt die vrij moeilijk is, toch wat beter hun best te kunnen doen op het vlak van werving van commerciële inkomsten. Er is ook het stukje rond de quota's voor Europese werken, dus 30% in video-on-demand omgevingen. Daar wordt heel dikwijls ook in de schrijvende pers gezegd van ja, die spelers, denk bijvoorbeeld aan de on-demand omgeving van een Telenet, van een DPG, maar ook van een Netflix, die komen makkelijk aan die 30%. Daar is nu een beetje onderzoek in opkomst, onder andere van European Audiovisual Observatory, dat dat toch meer nuanceert. We zien als we tellen op het niveau van titels, dat dat klopt. Maar als je echt gaat kijken naar het aantal uren en de reeksen, dan zie je toch dat dat aandeel Amerikaanse content terugstijgt. Hoe komt dat? Omdat die series die bijvoorbeeld jullie tienerkinderen graag zien, Vampire Diaries, Originals, al die vampiertoestanden, Pretty Little Liars, daar zijn vaak heel veel reeksen van. Tussen de 7 tot 13, 14. Dat zie je typisch, terwijl de Europese content vaak meer gelimiteerd is qua aantal reeksen die er van een bepaalde serie gemaakt worden. Dus hoe je telt heeft natuurlijk een impact op of dat 30% criterium gehaald gaat worden. En dat moet nog bepaald worden, ook op Europees niveau. Zullen daar een aantal aanbevelingen gedaan worden? Op welke manier ga je dat dan moeten tellen? Er is dan ook de vereiste dat er prominentie is van Europese werken in die on-demand omgevingen. Daar ga ik zo meteen nog even op terugkomen, want dat is een beetje de juridische basis voor eventuele regels op vlak van vindbaarheid en zichtbaarheid van Europese en ook Vlaamse content. Een issue dat in het regeerakkoord toch naar voren komt. Er is dan ook het issue van de investeringsplicht. Europa liet al langer een investeringsplicht toe voor aanbieders van niet-lineaire audiovisuele diensten. Maar die verplichting kan, hoeft niet, kan nu ook van toepassing gemaakt worden op spelers die niet gevestigd zijn in de markt, maar wel diensten leveren aan uw markt. In Vlaanderen hebben wij dat systeem eigenlijk al, net zoals bepaalde andere markten, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Dat is de zogenaamde Netflix-tax, wordt dat ook al wel eens genoemd. Er zijn meer regels op het vlak van de bescherming van minderjarigen en het ook de toegang belemmeren tot schadelijke content, bijvoorbeeld content die aanzet tot haat. Op dat vlak is er wel heel veel nood aan co- en zelfregulering. De mediaregulatoren, ook niet onbelangrijk, moeten versterkt worden. Al dus Europa, voor ons zal dat niet zo'n groot probleem zijn, maar de functionele en operationele onafhankelijkheid van die regulatoren moet beter beschermd en gegarandeerd worden. Dat relateert natuurlijk aan de context in bepaalde lidstaten, waar het op dat vlak toch niet allemaal super geweldig is. En ik wilde nog even als uitsmijter, omdat ik hier een jaar geleden of een achttal maanden geleden met collega Wouters nog eens op bezoek ben geweest, en dan ging het ook over het succes van het decreet signaalintegriteit. Ik denk dat meneer Van Dalen en mevrouw Brouw daar toen een vraag over stelden, als mijn geheugen mij niet in de steek laat. Wij denken soms, heeft dat nu gewerkt of niet, dat decreet? Maar weet wel dat Vlaanderen, Duitsland de enigste lidstaten of regio's, landen in Europa zijn met regels op vlak van signaalintegriteit. En de Europese Commissie nu dat principe dus wel heeft opgenomen als iets waar lidstaten mogelijk regels kunnen over implementeren. En in de studie die wij doen voor de Europese Commissie zijn zij bijzonder geïnteresseerd in dat Vlaamse voorbeeld rond signaalintegriteit. Dus misschien in de zelfkritiek zijn jullie daar wat te hard voor. Jullie zelf blijkt dat dat werk exemplarisch is, toch voor de Europese Commissie en het Europees Parlement. Er zijn daarnaast ook een aantal aanbevelingen in die richtlijn over het meer toegankelijk maken, progressief toegankelijk maken van audiovisuele mediadiensten voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden en een rapporteringsplicht op dat vlak. Nu, in al die wijzigingen, waar is nu actie van Vlaanderen vereist? Er zijn een aantal evidente dingen, zoals dat register over aanbieders. Wie valt onder de jurisdictie van Vlaanderen en niet? Dat zit erin. Er gaat uiteraard moeten toegezien worden op die co- en zelfreguleringsinstrumenten als het gaat over aanzetten tot haat of schadelijke content voor minderjarigen. En ook op vlak van ongezonde voeding, commerciële communicatie worden er ook wel wat dingen verplicht
gevraagd. En eigenlijk komt erop neer dat alle minimumregels in die richtlijn sowieso door ons gaan moeten omgezet worden. Dus het gros van de dingen die ik juist kom te zeggen, het gros daarvan gaat in het mediadecreet. We moeten het mediadecreet niet weggooien. Uiteraard is er nog veel overlap tussen de huidige richtlijn en ons mediadecreet. Maar een heel aantal dingen gaan we sowieso moeten overnemen. Waar ik met jullie vooral over wilde hebben, is waar is meer actie van Vlaanderen mogelijk? Mijn selectie, er zijn uiteraard meer domeinen waar actie mogelijk is, maar ik hou ook een beetje rekening met de spreektijd. Ik zou het graag willen hebben over 3 issues. De investeringsplicht, vindbaarheid van content en schadelijke content. Wat betreft de investeringsplicht is het eigenlijk zo dat wat wij op dit moment hebben, dat dat perfect in lijn is met die nieuwe richtlijn. Maar het is wel zo dat we 2 regimes hebben. We hebben een regime voor dienstenverdelers, denk aan Telenet en Proximus. En daarnaast hebben we dan een regime dat van een recentere datum is, van de vorige regering, voor, laten we zeggen, de Netflixen van deze wereld. En daar zou je wel kunnen argumenteren dat het in licht van die nieuwe richtlijn toch interessanter zou zijn om die 2 regimes met elkaar te aligneren, wat ook zou betekenen dat we de bijdrage voor spelers zoals Netflix wat zouden moeten verhogen, zodat die meer op hetzelfde niveau, proportioneel gezien dan, komen van de bijdrage die nu spelers zoals Telenet en Proximus geven. Vindbaarheid, daar zou ik misschien iets langer op willen ingaan, omdat dat issue ook in het Vlaams regeerakkoord toch zeer duidelijk naar voren werd geschoven als een mediabeleidsprioriteit van deze Vlaamse regering. De nieuwe richtlijn laat eigenlijk toe om regels op te nemen op vlak van vindbaarheid en zichtbaarheid van content. Dat gaat dan vooral over on-demand omgevingen, maar ook over smart televisie omgevingen bijvoorbeeld. Voor degenen onder jullie die bijvoorbeeld een smart televisie, ik zeg nu maar iets van Samsung hebben, zullen jullie zien dat de eerste apps die jullie daar krijgen, Stevast, Netflix, Spotify, YouTube zijn. Europese Commissie zegt, beste lidstaten, als jullie willen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een Vlaamse Netflix of het online, het on-demand aanbod van DPG of VRT, waar we toch als overheid veel geld aan geven, dat dat eigenlijk ook zichtbaar is. Niet meteen Netflix of niet meteen Spotify of niet meteen YouTube. Dan laat deze richtlijn toe om dat type van regels op te nemen. Niet alleen als het gaat over on-demand catalogie, maar in principe ook voor mobiele, online, smart TV toepassingen. En dat is iets waar bijvoorbeeld ook landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al naar aan het kijken zijn. Vanuit de optiek 1 dat lokale content belangrijk is en dat het dus noodzakelijk is dat burgers die lokale content nog vrij snel zien en daar niet voor moeten doorduwen. Maar ook vanuit het idee natuurlijk dat een stuk van die financiering van die lokale content, of dat nu gaat over de publieke omroep, maar ook over dramaproducties, fictieproducties van commerciële omroepen, die vaak ook voor een stukje vanuit het FAF gefinancierd zijn, dat men zegt van ja, het is toch onzinnig om geld te geven aan content die vervolgens in die nieuwe omgevingen niet makkelijk vindbaar is voor de consument, voor de belasting. Betaler. En ja, ik ga dat nu niet voorlezen wat in het regeerakkoord staat. Sommigen hebben daarmee aan geschreven, dus weten dat beter dan ikzelf. Bij mijn onderzoeksgroep aan de VUB zijn momenteel ook bezig aan een onderzoek over wat is nu eigenlijk de impact van waar je content plaatst? Want intuïtief hebben we allemaal zo het gevoel van ja, als het wat lager staat, dan vinden mensen dat niet zo gemakkelijk. Maar wat is nu de impact? Want allemaal die idee van die actieve consument die gewoon gaat waarvoor hij wil gaan, hij of zij wil gaan. Maar wat is nu die impact van plaatsing? En uit dat onderzoek dat wij doen in opdracht van DPG Media en VRT, blijkt heel duidelijk dat plaatsing effectief een grote impact heeft. Ik leg even uit wat jullie hier voor jullie zien. Die cijfers, dat zijn eigenlijk proportionele cijfers. Dat zegt niks over het absolute aantal kliks op bijvoorbeeld VTM Go. Donkerblauw is de gepersonaliseerde content. Dus neem nu niet VTM Go, maar neem bijvoorbeeld Netflix. Als je Netflix opendoet, dan zie je eigenlijk de content verschijnen in functie van jouw eigen consumptiegedrag daarvoor. Dus dat is het donkerblauwe stuk. Het middelste blauw is het gecureerde stuk en het donkerblauw is het meest populair stuk. Het gecureerde stuk, voor degenen die vragen wat dat is eigenlijk DPG of VRT die zeggen, dit is nu de content die je zou moeten zien. Wij raden dat aan. Terwijl het andere stuk is
waar kijkt de rest naar? Niet naar wat kijk jij, maar waar kijkt de rest naar? Een beetje vergelijkbaar met de kranten. Wat is het meest populair? Nu, dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is dus om te zien, als je kijkt naar de bovenste lijn, en dus dat zijn de content die je van boven ziet staan, dan zie je duidelijk dat het aantal kliks voor die bovenste lijn altijd substantieel hoger ligt dan voor de twee lanes die daarnaast komen. Hm? Je ziet dat ook, maar die cijfers zijn nog niet gefinaliseerd trouwens, als we gaan kijken van links naar rechts. Hè? Dus wat dan, ja, ik duid dat nu verkeerd aan voor jullie, maar wat dus links voor jullie staat op jullie scherm bovenaan, dat doet het nog beter dan wat links-rechts staat. Hè? Dus we zien zeer duidelijk uit die cijfers dat er een grote impact is van plaatsing. Wie meer geïnteresseerd is in de methodologie, ik wil dat ook nog wel eens apart uitleggen, maar dat is een experimentele opzet waarbij we dus echt experimenten doen. Dus waarbij we variëren, hè, afhankelijk. Dus we hebben ook controlegroepen, dus we laten daar geen toeval bestaan. We doen eigenlijk 6 variaties op dat systeem. En je ziet heel duidelijk, zowel bij VTM Go als bij VRT nu, zie je, en dat zijn de cijfers voor VRT, dat er een grote impact is. En nu zal u zeggen, maar die onderste twee blauwe, die zijn toch wat meer stabiel. Het is wel per 1000 natuurlijk. Hè. Dus als je dat kan bekijken op miljoenen views op jaarbasis, is er nog altijd een grote impact van plaatsing. Wat interessant is, het gaat dus niet alleen over de content die aanbevolen wordt door bijvoorbeeld een zender of door Telenet of door Proximus of door Netflix. Het gaat ook over de content die als samengesteld wordt op basis van de algoritmes, hè, die vaak zeer onzichtbaar zijn. Dus dat is iets waar ik wel denk dat jullie rekening moeten houden, mee houden als jullie regels op dat vlak zouden maken. Is het gaat niet alleen over wat gepusht wordt richting de consument, het gaat eigenlijk ook over die algoritmes die bepalen uiteindelijk wat de consument te zien krijgt op dat scherm. Dus een studie die wij vrij binnenkort hopen te publiceren. We zijn nu nog een aantal laatste experimenten aan het afronden. Hè, en daar krijgen jullie uiteraard ook toegang toe. Sommigen zullen misschien zich afvragen van ja, waarom heb je dat niet in een andere omgeving gedaan? Deze omgeving is vrij, we hadden toegang tot de data. 1, dat is heel belangrijk. En 2, is een vrij gecontroleerde omgeving. Hè. Dit is een omgeving waarin omroepen nog zelf beslissen over plaatsing. Als we het hebben over smart TV-omgevingen of omgevingen van operatoren, is natuurlijk de impact van omroepen op die plaatsing vrij minimaal. Een derde luik waar we zeker extra werk gaan moeten doen als Vlaanderen is alles wat te maken heeft met co- en zelfregulering op het vlak van schadelijke content, bescherming van minderjarigen. Niet alleen voor omroepen, niet alleen voor de Telenet Proximus van deze wereld, maar dus ook voor videosharing platforms. Wel degene die onder onze juridictie vallen. Hè. Dus dat moet ik daar heel duidelijk bij zeggen. En daar zijn natuurlijk een aantal fundamentele keuzes van ja, gaan wij voor een systeem van co-regulering, gaan we voor een systeem van zelfregulering, waar je bijvoorbeeld toch in heel wat lidstaten toch meer een voorkeur ziet voor co-regulering, omdat je op die manier toch nog iets meer controle hebt over wat men dan uiteindelijk doet. Hè. En ook op dat vlak zal ook de rol van de regulator waarschijnlijk vergroten. Ik ben een beetje bold geweest. Het is voor alle duidelijkheid niet mijn bedoeling om daar te zitten. Ik denk dat dat zeer moeilijk is. Hè? Maar wat zou ik doen? Hè? Soms is dat wel leuk als academicus om je die vraag te stellen. Hè? Wat zou ik doen? Aanbevelingen op inhoudelijk vlak is, ik denk toch, hè, zo'n mediadecreet, hè, de richtlijn is in 2007, hè, de voorlaatste keer aangepast, dan krijg je een omzetting naar ons mediadecreet en dan komen daar zo stukjes af en toe hè, bij die jullie hier stemmen. Dat zijn ook zeer valabele stukken uiteraard, maar dat zorgt er wel voor dat op termijn dat zo'n beetje een patchwork wordt, een soort van bricolage tussen van alles en nog wat. En dat denk ik dat wel interessant zou zijn om ook samen met de experten die er zijn in de Vlaamse administratie om te kijken op welke manier kunnen we toch een beetje dat bricolage werken. En ik bedoel dat dus niet op een negatieve manier, dat is gewoon hoe het historisch wat loopt, om dus te gaan kijken op welke manier kunnen we hier en daar toch iets meer consistent zijn. Mijn aanbeveling zou zeker ook zijn om in lijn met wat andere landen van plan zijn, toch wat regels op vlak van vindbaarheid en zichtbaarheid op te nemen, in functie eerder van principes. Dat is een beetje de Britse aanpak. Hè. Men zegt, je kan dat niet limitatief opsommen, want de technologie verandert zo snel. Een voorkeur voor een systeem van co-regulering, denk ik. Volledige regulering door de overheid is niet mogelijk en volgens mij ook niet wenselijk, juist omdat het zo snel evolueert. Hè. Maar volledige zelfregulering zonder een tijdslimiet bijvoorbeeld, dat zal waarschijnlijk ook niet lukken en dat gaat te traag vooruit gaan dan. Het is ook heel belangrijk, lidstaten kunnen dan ook zelf denken, maar welke content verdient eigenlijk die prominentie? Hm? Is dat alleen Vlaamse content? Is dat het integrale aanbod van bepaalde Vlaamse omroepen?
welke content verdient eigenlijk die juridische bescherming? En daar zie je dus verschillende aanpakken. Hè. In het Verenigd Koninkrijk zie je dat men dan echt focust op bijvoorbeeld Britse fictie, Britse kinderprogramma's, documentaire, maar duidelijk die focus op die Britse content. In Duitsland zie je nu, dat is nog allemaal niet afgeklopt, hè, dat is allemaal wetgeving in ontwikkeling. In Duitsland zie je een getrapt systeem waarbij men spreekt over een soort van basisvindbaarheid voor het integrale aanbod van Duitse omroepen. Niet alleen de publieke omroep, maar ook de commerciële. En bijkomende vindbaarheidsprincipes voor specifiek Duitse content. Dus dat is een getrapt systeem. Heel veel kunnen we daar nog niet over zeggen, maar je ziet dus dat iedereen een beetje zoekende is naar wat het beste zou moeten werken. Ik denk ook wel dat dat systeem transparant zou moeten zijn naar de mediagebruiker toe en dat we best ook zouden onderzoeken hoe effectief het systeem is. Hè. Want natuurlijk regulering waarvan we achteraf dan zien van ja, werkt niet, dat is uiteraard ook niet zo interessant. En het is uiteraard ook wel belangrijk dat we proportioneel zijn, hè, volgens mij. Hè. Je mag ook niet doorslaan in je regeldrift. Je moet natuurlijk wel naar een systeem gaan dat werkbaar is voor iedereen. En dat dus ook probeert om niet protectionistisch te zijn ten opzichte van de belangen van bepaalde bedrijven en te offensief richting andere bedrijven. Ik ben bijna klaar. Aanbevelingen ook nog op inhoudelijk vlak. Ja, ik denk dus wel dat een geïntegreerde investeringsplicht, dus niet meer die twee regimes, dat toch wel interessant zou zijn. Ook zorgen voor een level playing field op vlak dus van die bijdragen. En in lijn met een onderzoek dat een heel aantal collega's van mezelf daarover gedaan hebben in 2018, een onderzoek dat ook eigenlijk wereldwijd is opgepikt tot in Canada, Australië, Brazilië toe, een onderzoek naar Netflix-taxen overal in de wereld, maar vooral op dit moment nog in Europa, was het argument van die onderzoekers, inclusief mezelf, dat een rechtstreekse bijdrage aan een fonds, in ons geval het Vlaams Audiovisueel Fonds, het meest zuivere systeem is om mee te werken. Dat is een beetje in tegenspraak met het regime dat wij momenteel hebben, waar we eigenlijk toelaten om voor een stukje ook in rechten rechtstreeks te gaan investeren. Waar toch de internationale casussen aantonen, opnieuw, hè, dat is voor jullie natuurlijk om verder naar te kijken, maar dat een rechtstreekse bijdrage toch het meest interessant is. Als je wil verzekeren dat geld echt in die Vlaamse productie gaat, hè, en het ecosysteem versterkt, wat ik denk dat toch de ultieme doelstelling is. Er is vorig jaar ook een decreetswijziging gestemd, hè, waarbij gezegd werd van ja, als er nu een betalend Vlaams on-demand aanbod is, hè, waar dan dikwijls naar gerefereerd wordt als de Vlaamse Netflix. Hè. We waren er 8 maanden geleden over eens hier allemaal dat een slechte naam was, maar we hebben nog altijd geen betere naam gevonden. Dat is decretaal dus aangepast, dat verplicht zou moeten doorgegeven worden door bijvoorbeeld Telnet, Proximus en andere dienstenverdelers. Ik denk dat dat ook een heel goed idee was om dat te doen, maar dat er ook misschien ook een functie van wat dokter Suarez-Candel hier ook gezegd heeft, in functie van bepaalde types van content waarvan we weten dat de betalingsbereidheid bij de mediagebruiker zeer beperkt is, maar dat die toch heel waardevol zijn, dat we bijvoorbeeld voor historische documentaires, creatieve documentaires, onderzoeksjournalistiek, cultuurprogramma's, informatie, lokale kinderprogramma's, dat we daar toch ook misschien kijken of het Muscari-principe dat we nu al hebben, hè, voor dat type van content en publieke aanbod, om dat toch ook uit te breiden in die on-demand omgeving. Wat betreft de co-regulering op vlak van schadelijke content, bescherming van minderjarigen, denk ik heel belangrijk. We zien dat ook in alle landen, ook niet alleen bij ons, is. Daar is echt de know-how van de sector, zeker de omroepsector, al vrij uitgebreid. Ik denk het initiatief, als men niet wilt, hè, dan gaat dat niet werken. Dus het initiatief moet men van daaruit laten komen. Maar het is volgens mij ook wel nodig om daarbij ook actoren te betrekken die het belang van de mediagebruiker ten harte nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan een organisatie zoals Mediawijs. En ook niet onbelangrijk, er zijn landen die op het vlak van bescherming van minderjarigen al wat verder staan dan ons. Verenigd Koninkrijk is daar een goed voorbeeld van, in of buiten de Europese Unie, in, zijn daar een goed voorbeeld van. We moeten ook niet altijd het warm water opnieuw uitvinden. We kunnen ook leren uit buitenlandse praktijken. Tot slot, ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat is misschien niet zozeer een inhoudelijke aanbeveling, maar er komt toch wel wat werk bij voor de Vlaamse regulator, voor de media. Er komen ook meer complexe taken bij. En als het gaat over bescherming
van minderjarigen als het gaat over content die aanzet tot haat of tot geweld. Ja, daar heb je ook altijd een afweging met vrijheid van meningsuiting. Dat zijn allemaal toch niet zo makkelijke casussen. En daar is het wel zo dat er absoluut toch nood is om die regulator volgens mij te versterken, te professionaliseren. Niet dat men nu niet goed is, hè, maar het neemt natuurlijk wel gevoelig toe. Dus dat is denk ik ook wel een aandachtspunt volgens mij. Daar zou bij horen. Ja. Dankjewel. Ik denk dat we beste vragen aan u ook eerst nemen. Of gaat u ook vooral over de omzetting en wil u aansluiten liever? En dan... Beter aansluiten. Beter aansluiten? Ja, dan is het gelijk. Oké, dat is goed. Meneer Wouters. Ja, dan heb je de... Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Ik wil in mijn presentatie drie zaken toelichten. Eerst wil ik cijfers geven over het Vlaamse tv- en het radio-ecosysteem. Dan wil ik een tweede punt maken, een lans breken, om toch een belangrijke parameter mee op te nemen in uw bedenkingen rond de beheersovereenkomst, met name de investeringen in Vlaamse producties, het bedrag van die investeringen. En dan ten derde zou ik een aantal bedenkingen willen maken, enerzijds bij het ecosysteem en tweede bij de beheersovereenkomst. Als ik, ja. Dus hier ziet u de data, ik heb die vorige keer gepresenteerd tot 2017, nu ziet u de nieuwe data tot 2018. En dan zien we eigenlijk dat, en ik hoop dat het, ja, het Vlaamse ecosysteem gegroeid is tot meer dan 1,5 miljard euro inkomsten. Dat is het tv-ecosysteem, dus een groei van 3%. Maar als we kijken naar de samenstelling van die groei, dan komt die voornamelijk van het aandeel van de consumenten, dat met 5% gegroeid is tot 900 miljoen euro. Tweede element, de televisiereclame is gedaald met bijna 3%. Het overheidsdeel, dat is de dotatie aan de VRT die toegekend wordt aan televisie. Dus aan de televisieactiviteit van VRT is iets gedaald. De export is iets gestegen en de financiering is ook gestegen. Wel zijnde wel dat nog steeds maar 3% uitmaakt van de totale stromen. Als we dan kijken in detail naar het aandeel van de consument, dan is het ook belangrijk om aan te tonen dat het element van de consument dat het grootste gegroeid is, is de over de top, de SVOD-diensten, in casu Netflix en andere. Waar dus de Vlaamse consument in 2018 63 miljoen euro voor betaald heeft, wat een groei is van 76% ten opzichte van het jaar ervoor. De distributieinkomsten, dus de Vlaamse inkomsten, tv-inkomsten van de drie grote distributeurs en TV Vlaanderen, zijn gegroeid met 3% tot een 816 miljoen euro. Dus we zien eigenlijk dat het aandeel van wat de consument betaalt steeds belangrijker wordt, en dat daarin het aandeel van wat buitenlandse spelers nemen ook steeds meer groeit. Als we kijken naar het radio-ecosysteem, dan zien we dat enerzijds het aandeel van de consument, daar kom ik straks op terug, voornamelijk digitale streaming is. De reclame is gedaald met 2,1%. Dat is de eerste daling van de netto-reclamemarkt sinds 2009. Waar we een gemiddelde groei hadden van een 5,5% per jaar van de netto-reclamemarkt van 2012 tot 2017, is eigenlijk in 2018, en we komen er straks op terug, door de beperkingen opgelegd aan VRT, de totale markt gedaald. We moeten wel duidelijk de opkomst van streaming, ook hier digitaal luisteren, vermelden als een belangrijke trend. Dit voor de cijfers, kun je misschien straks er nog verder op terugkomen indien u vragen heeft. Ik wil toch een lans breken dat we de investering in Vlaamse content als een belangrijk element nemen in de beschouwingen rond het Vlaamse ecosysteem. Eerste vaststelling, meer dan 90% van de totale investering in Vlaamse tv-content komt van de drie grote omroepen. Dus VRT, DPG Media en SBS. Van die 90% is 50% VRT en 41% is de twee private omroepen. Maar wat zien we? De investering door die groepen is sinds 2014 met 4% gedaald.
Maar eigenlijk na inflatie in reële termen is het met 10% gedaald. En een belangrijk element als we kijken naar de dynamiek van het ecosysteem is ten opzichte van de belangrijkste inkomstenbron die elke mediagroep heeft, welke investering doen ze in Vlaamse content ten opzichte van die bron. Dus VRT investeert 60% van de dotatie in Vlaamse content. De rest van de dotatie gaat naar radio en naar thematische aanbod. De private omroepen investeren ongeveer 50% van de tv-reclame in Vlaamse content. Okay. Maar daarentegen de distributeurs en de OTT-platformen zoals Netflix investeren minder dan 5% van hun omzet in Vlaamse content. Dus er zal duidelijk een daling zijn in de totale investering in Vlaamse content, indien ofwel een daling is van de primaire inkomsten van ofwel VRT ofwel van de private omroepen, ofwel, tweede element, als er euro's verschuiven van de omroepen naar de andere actoren in het ecosysteem. En in die zin wil ik toch de bedenkingen bij het Vlaamse ecosysteem zeggen. Eén, het is geen zero-sum game meer. We zijn geen gesloten markt meer. Het is niet als we van de ene afpakken of ene beperking op de ene leggen, bijvoorbeeld op VRT, dat het automatisch naar de andere gaat. We zijn met een open systeem. Dus beperkingen opgelegd aan één speler hebben meestal een negatieve repercussie op het ganse ecosysteem. Twee, zeker bij reclame kunnen we aantonen dat de beperking op reclame negatieve impact op de traditionele spelers hebben. Een eerste voorbeeld, politieke reclame, het is een typo, maar er was 5,4 miljoen euro in 2019 uitgegeven op de sociale media, terwijl er geen reclame kan zijn op de traditionele media, van politieke reclame. Ook anderzijds, de beperkingen op VRT-radioreclame hebben een daling van de totale radioreclamemarkt veroorzaakt in 2018. Dus de daling met 2,1% komt 100% van VRT. Ik wil ook aantonen, er is absoluut een nood aan innovatie in het ecosysteem. Zeker het bereik bij jongere doelgroepen. Cijfer te geven, de gemiddelde leeftijd van de tv-kijker in 2019 is nu 56,8 jaar, bijna 57 jaar. Er is samenwerking, maar die kan ons inziens nog versneld worden voor adresseerbare reclame tussen de distributeurs en de omroepen. Maar we moeten wel benadrukken, dit is enkel op live tv. En live tv, zoals we weten, wordt altijd maar een kleiner aandeel, omdat het uitgesteld kijken steeds blijft stijgen. En natuurlijk, dit positieve effect wordt dan teniet gedaan, zoals ik vorige keer heb kunnen toelichten in deze commissie, door het negatieve effect van de voortdurende stijging van het uitgesteld kijken, dan voornamelijk door de opnames op de set-topbox. En mevrouw Brouwers, u had een vraag gesteld rond de Vlaamse Netflix. Er is duidelijk een nood aan nieuwe businessmodellen. Voor ons zijn de SVOD-platformen, dus de Netflix-achtige platformen, zijn zoals de elektrische wagens van de media-industrie. En dan kunt u de vraag stellen, zou ik op dit ogenblik een media-autoconstructeur nog aanbevelen om niet te investeren in de elektrische wagens? Als we kijken in 2020, zal Netflix meer dan 1 miljoen abonnees hebben in Vlaanderen en meer dan 100 miljoen euro omzet. Dit jaar, 2020. Dus het is met andere woorden een enorme besteding van de consument en een verschuiving van budgetten die op gang is van het klassieke ecosysteem naar het nieuwe ecosysteem. En dan tot slot wil ik een aantal bedenkingen formuleren bij de BRT-beheersovereenkomst. Een eerste punt dat voor mij het belangrijk blijft is dat VRT is een uniek instrument van de Vlaamse overheid om de kwaliteit en de leefbaarheid van het Vlaams audiovisueel ecosysteem te ondersteunen. Maar er zijn ingebouwde spanningen bij de rol van VRT als marktspeler. Een eerste element is de gemengde financiering. Is het een zegen of is het een gezel? Men mag uit de markt halen, maar niet volledig uit de markt halen. Men legt beperkingen op, terwijl we eigenlijk zien, zoals Roberto gezegd heeft, beperkingen opleggen op reclame hebben dikwijls meestal een effect op het ganse ecosysteem. Het tweede belangrijke element is dat de strategische objectieven verschillen tussen de VRT en de private omroepen. De VRT volgens de beheersovereenkomst streeft naar een universeel bereik, iedereen bereiken. Terwijl de private omroepen streven naar een monetiseerbaar bereik. Als men iemand bereikt, moet men daar ook
iets mee kunnen verzilveren, die kijker, of dat moment. Natuurlijk, als VRT veel content gratis beschikking stelt die door anderen gemonetiseerd wordt, dan zijn er discussies, en kunnen er ook discussies zijn van, is dit wel de juiste strategie? Ik wil ook aan mevrouw Brouwers toch even benadrukken dat in wat we nu hebben in de audiovisuele wereld is het gesprek, het is een systeem van windows. En het feit dat je, zoals met de Vlaamse Netflix, een window hebt voor het klassieke free-to-air window. Vele Amerikaanse filmen zijn nu al beschikbaar in preview op betaald tv-platformen, maar zijn en worden ook ter beschikking gesteld voor iedereen via de klassieke televisie. En dus ook voor de Vlaamse content zal dit mogelijk zijn wanneer er een SVOD of een Netflix-achtig platform komt. Maar het is een duidelijke spanning tussen beide soorten van omroepen waar aandacht mee moet gehouden worden in de objectieven van de beheersovereenkomst. Want als men enerzijds streeft naar een volledig universeel bereik, zal men misschien het objectief van de leefbaarheid niet 100% bereiken. Zoals Roberto reeds gezegd heeft, is er duidelijk een benchmark geweest van VRT ten opzichte van de andere publieke omroepen. Dus VRT heeft een lagere financiering per inwoner dan het Europees gemiddelde. Ik wil hier ook antwoorden op de vraag van mevrouw Perdaans, die er straks gesteld was. Dus de data die u vraagt, hebben wij gepresenteerd op 18 december 2018 als een deel van de meerwaardestudie van VRT. En het is slide 15 en 16, waar eigenlijk de data die u vraagt gepresenteerd worden. Okay. Ik hoop dat dat nog beschikbaar is. Maar VRT, zoals aangetoond, is meer effectief dan de andere publieke omroepen. Dus met andere woorden, een vermindering in de financiering zal met grote waarschijnlijkheid leiden tot een vermindering in output. Ofwel de kwantiteit en of de kwaliteit. En gezien VRT tekent voor 50% van de investeringen in de Vlaamse content in het ecosysteem, vind ik toch wel dat dit een parameter is waar u rekening mee moet houden. En het laatste punt dat ik zou willen maken is, tot nu toe zijn in de beheersovereenkomsten is er meestal lineair gedacht vanuit de vorige. En wij zouden willen pleiten dat er een nood is aan een gedragen visie voor het ganse Vlaamse ecosysteem. Meer een zero-base idee of oefening maken. En dat daarin dan de rol van VRT gepreciseerd wordt, maar ook de KPI's voor VRT consequent daarin vermeld staan, aangepast aan de rol. Met deze dank ik u voor uw aandacht. Dank u wel. Oké, collega's, zijn er vragen aan professor Donders of professor Wouters? We nemen ze samen. Mevrouw Segers. Ja. Dank u wel aan de beide sprekers voor de bijzonder gebalde, maar zeer inzichtelijke uiteenzettingen. Ik heb aan professor Donders twee vragen. Ik denk dat dat zeer zinvol zal zijn om inderdaad de investeringsbijdrage om die te uniformiseren, die twee regimes die er vandaag bestaan. Maar de vraag is op basis van wat? Hè? Gaan we uniformiseren naar een bijdrage op basis van winst of van omzet? Wat is uw visie hierop? Twee, ik denk dat de Europese mediarichtlijn heel terecht veel aandacht besteedt aan schadelijke content. Zeker ten aanzien van kinderen, maar niet alleen ten aanzien van kinderen. Wij hebben hier in het Vlaams parlement, einde van de vorige legislatuur, al verschillende keren gedebatteerd over een mogelijk verbod op gokreclame. Waar ziet u mogelijkheden om dit in het mediadecreet, op basis van welke bepalingen van de Europese richtlijn, ziet u mogelijkheden om daar hier werk van te maken of zijn die er niet? Dank u wel. Mevrouw Brouwers. Ik wil beide sprekers danken voor de interessante uiteenzettingen. Ik heb een aantal vragen en u kan daar beiden naar believen op antwoorden, zal ik maar zeggen, want u heeft daar waarschijnlijk allebei wel iets over te zeggen. Misschien eerst iets over de hele discussie die we altijd hebben gehad rond het doorspoelen van reclame, die one single spot. Eigenlijk is dat tussen partijen toch nog altijd niet opgelost, denken wij. Moeten wij daar verder regelgevend
op ingaan of zegt u nee, laat het maar zoals het nu is en het zal zichzelf wel reguleren. Dan over die 30% verplichting Europese content had ik hier ooit inderdaad een vraag gesteld hoe dat we de kwaliteit van die content kunnen omschrijven. Kunnen wij daar in onze regelgeving iets over opnemen en hoe omschrijft je dat dan best? Want kwaliteit omschrijven is misschien wel een van de moeilijkere dingen. Zijn er landen die daar al iets rond gedaan hebben? Allicht niet. Ik denk dat de meeste landen nog gewoon bezig zijn met de omzetting. Ook rond die vindbaarheid heeft u gezegd, er zijn twee modellen, het Franse, het Duitse. Maar welke richting gaan wij dan best uit? Ik voel precies meteen wel iets voor het Duitse verhaal daarin. Maar zegt je nee, misschien... Ja, ik vraag eigenlijk een beetje een oordeel daarover misschien. En dan de handhaving natuurlijk van het hele verhaal. Moeten wij aan de VRM niet meer bevoegdheden geven in deze? En in welke richting dan precies? Dan de investeringsverplichting die al bestaat. Zegt, je maakt daar best één grote regel van in plaats van twee aparte regels nu. Is het ook niet nodig om de videostreaming, de videoplatformen, daarin op te nemen? Ik denk aan YouTube, dat bij jongeren heel veel wordt bekeken, waar het natuurlijk misschien om een ander contentstuk gaat, maar toch moeten zij ook niet mee in de investeringsverplichting worden opgenomen. En dan rond de VRT-radioreclame, was er hier een slide, ik denk in de laatste presentatie, waarin... Dat werd vastgesteld dat de totale radioreclamemarkt gedaald is nadat de VRT een ernstige beperking toch had aan zichzelf opgelegd. Hè, dus min 2,1%. De vraag is een beetje of dat bijvoorbeeld in Wallonië op dat ogenblik ook zo'n algemene daling geweest is, want daar was die beperking er dan niet. Want dan zouden er andere factoren kunnen meegespeeld hebben. Dus dat is iets dat we toch... waar we toch nog altijd vragen bij hebben. En ik denk dat ik daarmee de meeste, dat ik mijn vragen gesteld heb. Dank u. Zijn er nog vragen aan de sprekers die luid op willen? Nee? Oké, dan geef ik jullie het woord. Oké, dank u wel voor de vragen. Mevrouw Segers, over uw vraag rond de investeringsplicht. Gaan wij dat percentage zetten op winst of omzet? Dat was de aanbeveling in onze studie vorig jaar om dat op omzet te doen, omdat dat de meest duidelijke basis is, omdat we zagen in de landen waar men winst neemt als criterium, dat men dan de discussie heeft van ja, maar wat trekken we daar dan van af? En dat werd dan heel expansief ingevuld natuurlijk. Dus omzet lijkt me daar de meest duidelijke basis, ook omdat we dan ook goed kunnen vergelijken met de cijfers die collega Wouters heeft laten zien, hoeveel de commerciële omroepen, maar ook de publieke omroepen, besteden aan lokale content in functie van hun omzet. En dan kan je ook duidelijker vergelijken en zien dat eigenlijk de bijdrage die we vragen van om en bij een 2%, dat die nog altijd zeer minimis, zeer klein is. En dat lijkt mij ook de richting waarin de meeste andere lidstaten, maar zeker niet alle lidstaten gaan. Er zijn ook andere systemen, met name in Oost-Europa, die ook nog wel afwijken van winst of omzet of richting een combinatie van de twee gaan. In Frankrijk heeft men wel een omzetsysteem, maar dat is dan enorm getrapt en met 100 uitzonderingen, dus dat is heel complex. Ik pleit daar altijd wel voor eenduidige systemen die ook op een makkelijke manier kunnen geïmplementeerd worden achteraf, want er is natuurlijk ook een kost van implementatie. Hè. Natuurlijk is het wel zo dat in de meeste lidstaten er een aanmeldingsplicht is van aanbieders, dus zij moeten, en daar staan vaak dan boetes op, zij moeten aanmelden aan bijvoorbeeld een regulator van dit is onze omzet en dit zouden wij dus moeten betalen. En dat lijkt mij ook voor Vlaanderen een goed systeem. En dat is ook het systeem met die aanmeldingsplicht dat nu al in voegen is. De tweede vraag over het verbod op gokreclame.
vind het een beetje moeilijker, omdat ik persoonlijk ook wel ongerust ben over gokreclame. Hè, omdat dat natuurlijk een bijzonder grote problematiek is, zeker ook bij jongeren. Hè, dus dat merken wij aan de universiteit. U zal dat ook merken, hè, toch wel. Hè, ook studenten die echt kampen met grote gokproblematieken. En we zien hoe verwoestend dat kan zijn. Hè. Anderzijds is er natuurlijk ook de hele discussie over het legale en illegale circuit. Dat maakt dat ook dat argument tegen of voor gokreclame niet altijd heel eenduidig is. Het is wel degelijk mogelijk op basis van de richtlijn audiovisuele mediadiensten, volgens mij, als het gaat over die bescherming van minderjarigen, maar ook over bescherming tegen schadelijke content in het algemeen, om actie te nemen. Ik sluit even wel niet uit dat daar vanuit de sector wel tegen geprotesteerd zal worden op basis van vrij verkeer enzovoort. Dus dat bevindt zich niet per se in een wit-zwart gebied. Hè? Dus dat is een beetje waar u naar vraagt. Daar is nog geen sluitend antwoord op, ook al zijn er landen die wel sterker reglementeren op gokreclame. Ik denk bijvoorbeeld aan de Scandinavische landen, niet allemaal, maar die er toch iets meer nauw toegezet op toezien, ook al hebben wij ook wel commissies en dergelijke meer. Mevrouw Brouwers, ik laat de vraag over reclame aan collega Wouters. Maar de 30% Europese content, hè, uw vraag over kwaliteit, dat is een vraag die ook in andere landen heel veel gesteld wordt. Omdat het natuurlijk perfect mogelijk is, hè, wat wij dan noemen de quota quickies. Hè, dat hebben we ook gezien in het niet-on-demand tijdperk. Dat omroepen in bepaalde landen... met name slecht gefinancierde publieke omroepen of ook commerciële omroepen, met name dan in Oost- en Zuid-Europa, dan snel bepaalde content gingen aankopen die zeer slecht was. Bijvoorbeeld ook talkshows van 3-4 uur met 1 gast. Allee, dat kan soms ook wel goed zijn, maar dat was echt duidelijk schermvulling. En dan zei men van ja, maar oké, een Poolse gast, Poolse presentator, dat is dan Poolse content en hup, hè, dat is dan al 3 of 4 uur per dag die we gevuld hebben. Dus dat zagen we ook al in niet-lineaire tijdperk. Was dat een ongerustheid? Daar zie je dus dat bepaalde landen... Kwaliteit is natuurlijk moeilijk te definiëren, maar dat men bijvoorbeeld wel zegt dat het moet gaan over originele content. Hè? Dus niet heruitzendingen, maar over originele content. Zeker Frankrijk, Italië kijken in die richting. En ik verwacht dat in meer lidstaten gaat gebeuren, dat men echt gaat zeggen, ook een beetje aansluitend bij het verhaal van collega Wouters, dat het moet gaan over nieuwe producties, dus nieuwe zuurstof, bijkomende zuurstof die aan dat ecosysteem gegeven wordt. En dat zou ook wel mijn aanbeveling zijn, om daar binnen de redelijkheid toch een aantal... daarom niet per se voor de volle 30%, maar voor een aandeel daarvan toch te vereisen dat om originele, nieuwe Vlaamse content gaat. Er zijn ook landen zoals Frankrijk bijvoorbeeld die niet alleen spreken over 30% Europese content, maar die daaronder definiëren ook een aandeel Franse content. Hè. Frans uiteraard niet economisch gezien, maar cultureel. Hè. Dus men mag niet op basis van economische parameters definiëren. Dat is strijdig met Europese interne marktregulering. Als het gaat over vindbaarheid, is het natuurlijk heel moeilijk, omdat we eigenlijk op dit moment nog quasi geen systemen hebben die al een uitrol zijn. Hè. Dus in die zin is het moeilijk om een appreciatie te geven van wat ik dan een beetje kort door de bocht het Britse of het Duitse model heb genoemd. Ik moet wel zeggen, gegeven... Nu, het zijn alle twee heel grote markten, hè, maar het Duitse model lijkt mij rekening houden met de beperkte grootte van de Vlaamse markt interessanter te zijn voor Vlaanderen dan het Britse model. Waarom? Omdat men al een basisaanbod voorziet, of een basisvindbaarheid voorziet voor die spelers die, we weten, niet alleen de publieke omroep, maar ook de commerciële zenders die veel in lokale content investeren. Hè. Dus er is wel een cultureel argument te maken om dat aanbod in globo een basisbescherming te dienen, te geven en dan te zeggen... bijvoorbeeld, we hebben ook een aantal zenders, ik heb er voor alle duidelijkheid niks op tegen, waar alleen maar Amerikaanse content geprogrammeerd staat, hè, van Vlaamse mediabedrijven. Daarvan kan je dan zeggen, als we voorzien een bijkomende bescherming, genieten die daar niet van. Hè. Ik denk dat we daar toch ook wel proportioneel mee moeten zijn, omdat je anders een puur economisch protectionistische maatregel aan het nemen bent, die weinig of niet van doen heeft, hè, met een ook cultureel geïnspireerd beleid. Dus ik denk dat we daar een beetje de balans moeten vinden tussen economische en culturele doelstellingen van het beleid. Dus in die zin ben ik wel voor een basisvindbaarheid en dan een vindbaarheid voor, laten we zeggen, content die u, hè, van groter belang vindt voor de Vlaamse cultuur en identiteit.
Er was ook een vraag naar meer bevoegdheden van de VRM. Ja, hè, dat gaat dus wel ingeschreven worden in het mediadecreet in functie, ook van de bepalingen van de richtlijn op dat vlak. Ik denk sowieso dat het wel nodig is, als wij willen dat een regulator echt slagkrachtig is, dat we toch, durf het bijna niet te zeggen, iets meer middelen voor de regulator voorzien, omdat er ook wel echt veel taken bijkomen, omdat dus die scope, omdat dat toepassingsgebied uitbreidt. Dus op dat vlak ben ik toch wel een beetje voor. Ik weet natuurlijk, het is compleet onvergelijkbaar en wij gaan daar natuurlijk nooit aan kunnen tippen, maar het Ofcom-model, hè, dus dat men toch een regulator heeft die ook wat meer aanbevelingen kan doen. Maar, en dat zou ik ook wel willen benadrukken, ik denk ook een regulator die toch los van specifieke casussen iets meer in dialoog zou willen gaan met de sector. Hè. Ik merk dat toch wel als we kijken naar cases rond commerciële communicatie, dat men soms, en ik ben absoluut voor regels op vlak van commerciële communicatie, maar dat men soms toch iets te veel rigide naar de letter interpreteert en iets te weinig oog heeft voor de verschuivingen die er ook gewoon economisch in het landschap plaatsvinden. En daar denk ik, zijn bijvoorbeeld regulatoren in het Verenigd Koninkrijk, maar in ook bepaalde andere landen in Europa die regelmatig onder Chatham House-regels toch dialoogoefeningen met de commerciële sector los van specifieke casus opstarten om te zien. En wij hebben ook wel het geluk, geen enkele van onze commerciële omroepen wil alle Amerikaans model de kijker compleet bombarderen met reclame, product placement en dat soort van dingen. En ik denk dat er daar wel iets meer, met respect voor iedereen en iedereen zijn werk, iets meer openheid tot dialoog zou mogen zijn om die regels soms toch niet minder juist, maar iets meer flexibel in licht van de omstandigheden te interpreteren. Uw laatste vraag ging over het YouTube-issue. En dus zouden wij die investeringsplicht ook moeten uitbreiden richting spelers à la YouTube, Apple, Facebook, Google? Dat is een model dat in Frankrijk bijvoorbeeld in voege is. Hè. Maar ik moet wel voor de volledigheid zeggen dat die spelers daartegen procederen. Zij noemen dat een internettax. En u weet ook dat bepaalde Amerikaanse politici, daarom niet alleen president Trump, maar daarvoor ook Barack Obama, zeer duidelijk gezegd hebben dat zij dat oneerlijke handelspraktijken vinden, dat zij dat als een straf zien, en omdat natuurlijk het heel vaak gaat over Amerikaanse bedrijven, en dat zij dat dus zouden willen retaliëren met dus andere maatregelen die dan slecht zouden zijn voor onze export richting de Verenigde Staten. In het geval van bijvoorbeeld een Apple of Disney, als die ook een on-demand aanbod brengen, dan vallen zij sowieso voor dat stukje onder de investeringsplicht. Het gaat natuurlijk over de rijkwijde van het product. En daar zeggen de Fransen van, ja, luister eens, jullie diensten zijn ook maar populair omdat er content op te vinden is. Dus wij vinden dat jullie de plicht hebben om bij te dragen aan de content. Hoe dat juist gaat evolueren, dat weet ik niet goed. En ik denk ook dat het op dat vlak absoluut noodzakelijk is dat daar op Europees niveau toch iets meer geharmoniseerd wordt. En want dat valt mij wel op, al deze soort van maatregelen zegt Europa van je mag het doen, maar je moet het niet doen. En ook hoe men het moet doen, dat is ook niet heel duidelijk gedefinieerd. En dat leidt bijvoorbeeld op het vlak van de Netflix-tax echt, allee, we onderzoeken het en we blijven het onderzoeken, want er komen steeds meer lidstaten bij. Dus wij zullen volgend jaar ook komen met een update van ons rapport over de Netflix-taxregimes in heel Europa. Dat wordt een beetje toch een ratatouille van een potpourri, hè, van alles en nog wat. En dat is natuurlijk ook richting voorspelbaarheid, juridische zekerheid naar marktspelers ook dan weer niet een heel goed idee. Maar ik weet natuurlijk dat dat een eerder wetenschappelijke academische bedenking is. Ik vind het soms goed dat op niveau van lidstaten en regels dingen specifieker kunnen ingevuld worden, omdat natuurlijk de audiovisuele markt zeer historisch, economisch, cultureel, sociaal ingebed is in bepaalde contexten. Maar anderzijds laat men soms toch ook wel iets te veel laat men toch soms iets te veel vrijheid op dat vlak, vind ik persoonlijk. Het zou beter zijn als iedereen toch een beetje high-level een investeringsplicht deed, als iedereen een beetje high-level zei, oké, die 30%, dat moet ook gaan over originele content, nieuwe producties, dat zou toch al de voorspelbaarheid, maar ook de impact op de audiovisuele sector in Europa gevoelig verhogen. Ik hoop dat ik daarmee op uw vragen geantwoord heb. Ja, ik heb twee vragen van mevrouw Brouwers. Het eerste was dus rond het doorspoelen van de reclame.
Ik vind het eigenlijk een zeer terechte vraag die u stelt, want voor mij is het feit dat je aan adresseerbare reclame werkt een beetje dweilen met de kraan open. Want zolang de verlies van reclame door het uitgesteld kijken gebeurt, kan je proberen een nieuwe manier zoals adresseerbare reclame te doen. Maar om een paar cijfers te noemen, het algemeen niveau van uitgesteld kijken is gestegen van 17,5% naar 19,2%. Maar dat is algemeen, alle zenders over de hele dag. Als we kijken naar de periode 17 uur tot 24 uur, wanneer voornamelijk de commerciële zenders 80% van hun reclameinkomsten halen, dan is het gestegen van 29,5% naar bijna 33%. Dus een ernstige stijging met dan een impact op de impressies die bekeken wordt. Want zoals ik vorige keer gezegd heb, als je live kijkt, is er 12% adskipping door biobreaks en andere. Maar als uitgesteld kijkt, is het 73% van de reclame die doorgespoeld wordt. Nu, wij hebben gepleit in onze vorige studie, en we blijven erover pleiten, dat er sectoroverleg is. Omdat als men een ecosysteemperspectief neemt, en zeker als men samenwerkt op het vlak van adresseerbare reclame, vind ik dat je eigenlijk de volledige keten van economische winst en verlies voor alle partijen zou moeten bekijken. We hebben begrepen dat dit niet direct tot iets geleid heeft, maar we pleiten er opnieuw voor dat de partijen zouden samenzitten om dit te bespreken, want het is een verlies voor het ecosysteem. En dan de tweede vraag die u stelde was rond de radioreclame, dus de daling van de radioreclame. Dus de manier waarop we dit berekenen, dit zijn netto-cijfers. Dus we vertrekken van de jaarverslagen van de verschillende bedrijven en we gaan dan kijken hoeveel was er evolutie in tv, hoeveel in de radio, om dan te kijken wat is de evolutie van de netto reclamemarkt. Dus we hebben de oefening voor het zuiden niet gedaan. We gaan die, per uw vraag, zullen we die doen op basis van de jaarverslagen, want de bruto cijfers zijn één zaak, maar u weet, er is een enorm verschil tussen de bruto en de netto cijfers door de kortingen en ook de manier waarop dat berekend is. Dus eigenlijk, we zullen de oefening doen en dan koppelen we terug. Okay, ik denk dat dan. Ik wilde misschien nog even toevoegen, omdat wij, collega Wouters en ik, het erover hadden, toevallig, voordat de hoorzitting begon, over het uitgesteld kijken en skippen van advertising. En moet daar verder in tussen gekomen worden. Wat we op dit moment eigenlijk zien is, en ik snap dat ook, omwille van de economische context, die toch spelers allemaal onder druk zet, dat zowel in dossiers zoals de Vlaamse Netflix of de adskipping eigenlijk je overal hetzelfde ziet. Hè? Dat de spelers, en ik snap dat, hè? Dat is geen verwijt, het eigen bedrijfsbelang niet kunnen overstijgen. Hè? Terwijl collega Wouters en ik zelf altijd pleiten voor te kijken naar een ecosysteem. Want een sterk ecosysteem wapent ons beter tegen die internationale giganten die meer dan ooit op die markt komen. En daarom was ik ook blij, of waren we alle twee ook wel blij, mag ik dat zeggen, denk ik, om het regeerakkoord te lezen. Hè? Dat het dus ook de bedoeling was om toch een gesprek, een dialoog tussen die verschillende stakeholders op te starten. En ik denk dat dat echt nodig is om dat te doen. Daarom niet een soort van staten-generaal van de media met 200 man in een zaal. Hè? Allee, we hebben er eigenlijk maar 6 nodig die er echt te doen. Allee, ik overdrijf nu een beetje, want er zijn uiteraard meer waardevolle krachten. Maar ik wil maar zeggen, er is echt high level een engagement, een commitment nodig om te kijken van oké, wat gaat nu werken voor dat hele ecosysteem? Want daar heeft iedereen in dat ecosysteem op middellange termijn de meeste baat bij. Hè? En dat is ook zo wanneer het gaat over die Vlaamse Netflix, dat de publieke omroep moet begrijpen dat voor commerciële omroepen het belangrijk is om het publiek te kunnen monetiseren, zoals collega Wouters zei. En dat vice versa er ook begrepen moet worden dat die publieke omroep de taak heeft om iedereen laagdrempelig en aan toch een affordable prijs, aan een draagbare prijs, ook te bereiken. En als men dat inzicht in elkaars beweegredenen niet heeft, of niet alleen dat inzicht niet heeft, want het zijn uiteraard slimme mensen, maar men daar ook wat empathie voor probeert te hebben. En dat breid ik dan even uit ook naar de distributeurs, want die hebben ook hun eigen motivaties en hun eigen objectieven, en dat is ook normaal. Maar als men ieder op zich dat stukje van zichzelf niet weet te overstijgen, ja, dan gaan we hier binnen 5 jaar weer komen praten over de Vlaamse... Allee, we komen graag daar niet van. Maar dan gaan we weer over de Vlaamse Netflix, weer over adskipping enzovoort en zo verder. En ondertussen zit het aandeel van Netflix nog een stuk hoger. Ik heb ook een Netflix-abonnement, uiteraard, zoals velen van jullie.
Maar zo komen we eigenlijk niet zo heel veel verder. Dus een beetje een pleidooi toch, om toch werk te maken van die dialoogoefening waar iedereen een stukje kleur zou moeten bekennen. Wel, zijn daar nog opmerkingen bij? Of, ja, mevrouw Segers? Ja, terug aan professor Donders. Heel veel kritiek op bij de stemming van de Europese richtlijn was de vraag of ze wel voldoende vooruitkeek. Hè. En de facto is het zo dat natuurlijk alles wat we in decreten gooien, zeker als het over media gaat, dat het binnen de kortste keren outdated is. Wij zouden natuurlijk niks beletten ons om in Vlaanderen verder te gaan. We moeten wel die richtlijn omzetten, maar wij zouden verder kunnen denken. Een van de belangrijke kritieken die ik absoluut ook deel, is dat er nog te veel werd uitgegaan van een klassieke audiovisuele media, terwijl het realiteit natuurlijk synergie is. Absolute synergie tussen alle media als gevolg van digitalisering. Heeft u daar suggesties op welke manier dat we zouden kunnen we ervoor zorgen dat, als we werk maken van die omzetting, dat we ons decreet toch voor iets langere tijd kunnen laten meegaan? Ik denk dat de mogelijkheden eerlijk gezegd daartoe een beetje beperkt zijn. Vooral dan als het gaat over de verdere definiëring van videosharing platforms. Denk ik dat er wel mogelijkheden zijn om toch die scope een beetje uit te breiden. Omdat er een discussie is van hoe definiëren we dat. Definiëren we dat in functie van, laten we zeggen, de core markt of de core functionaliteiten van zo'n platform. Wat bijvoorbeeld bij een Google of bij een Facebook helemaal niet audiovisueel is. Of gaan we dat definiëren in functie van hoe de gebruikers dat platform percipiëren. En daar zie je toch wel binnen Europa steeds meer en meer een coalitie van verschillende organisaties, ook in civil society, die zegt van ja, we zouden toch eerder het gebruikersperspectief moeten nemen, omdat in functie van dat perspectief de gebruiker ook bepaalde regulatorische bescherming zal verwachten. Het is met andere woorden niet een Facebook of een Google die gaat bepalen wat die gebruiker verwacht. Dat is eigenlijk wat die gebruiker zelf denkt in termen van bescherming. Dus daar denk ik wel dat nog wat bewegingsruimte is. Ik ben het wel volledig met u eens natuurlijk. En dat is eigenlijk bij iedere richtlijn. Bij Televisie zonder Grenzen in 1989, in 1999, vervolgens de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 2007. Er werd altijd gezegd, u zal dat ook wel weten uit de wetenschappelijke literatuur, die richtlijn was altijd gedateerd op het moment dat die werd goedgekeurd. Waarom? Omdat het altijd ongeveer 10 jaar duurt om tot een nieuwe richtlijn te komen, om al die belangen van al die lidstaten te aligneren. Dat is natuurlijk ook voor een stukje, ik deel die kritiek ook wel makkelijk. Kritiek, omdat het Europese besluitvormingsproces ook wel vrij complex is en het dus ook gewoon lang duurt eer daar zo'n nieuwe richtlijn ligt. Wat mij vooral aan deze richtlijn een beetje stoort is, men zegt we hebben het toepassingsgebied uitgebreid, maar we moeten dat wel met een korrel zout nemen. Het is uitgebreid tot videosharing platforms, maar eigenlijk voor 5% van de regels in die richtlijn. En dat is natuurlijk een groot probleem dat wij in Vlaanderen niet gaan kunnen oplossen. Volgens mij was de meest zuivere oplossing geweest om toch puur op audiovisuele diensten te reguleren. En vanaf het moment dat je er aanbiedt, of het er nu 10, 20, 30, 40 voor x of y procent van je omzet is, vanaf dat moment val je volledig integraal onder die regelgeving waar je nog kan zeggen dat je een onderscheid kan maken tussen lineair en niet-lineair. Ook al gaat dat onderscheid compleet irrelevant worden op termijn. Dus eigenlijk is het zo dat men op dit moment, men gaat dat nu niet meteen doen, men gaat wachten tot de omzetting gebeurt. Maar dan gaat men natuurlijk eigenlijk al beginnen aan een nieuwe update. Maar ik denk dat behalve de gebieden waar ik het over gehad heb, waar je bijkomende actie kan ondernemen, het toepassingsgebied uitbreiden is natuurlijk heel moeilijk, omdat een aantal van die diensten waar we het over hebben, van videosharing platforms, ook onder een andere richtlijn vallen. Onder diverse andere, e-commerce, electronic communications. En je dus moet zorgen dat niet het ene regulatorische framework alleen in de weg komt van het andere. Dat is nu trouwens al een heel slap akkoord. En ik verwacht daar eigenlijk best wel wat vragen over richting de Europese gerechtshoven. Omdat men nu dus eigenlijk al die videosharing platforms op een beetje een kunstige, artificiële manier toch in die richtlijn audiovisuele mediadiensten heeft getrokken. Dus ik denk dat er mogelijkheden zijn om het meer futureproof te maken. Maar ik denk wel dat die mogelijkheden beperkt zijn, samengevat. Oké.
Nee? Oké. Okay. Dank u wel dan. Dank aan de sprekers om naar onze commissie te komen. Een fijne avond.